Powerpop betekent eigenlijk gewoon een beetje hard gespeeld, denk ik. Hard gespeelde lieve liedjes. Onze muziek is vooral een reactie op ex-vriendinnetjes. Dat heeft verder niks met andere soorten muziek te maken of image of iets. Toen ik dacht, misschien is het leuker om in het Nederlands, zeg maar, punkrock nummers te schrijven. Daar is het een beetje met dat idee is begonnen. Al is het ook wel veel pop en zo hoor, we zijn niet heel straight edge, punkrocker, nee. Maar toen waren er wel een paar maanden van dat er helemaal niks uitkwam of alles was totaal kut. Dat merk je zo snel bij Nederlands. Dat was wel moeilijk. Was het dat ik rookte, want dat doe ik nu niet meer. En dan verder... In het Engels is het niet zozeer moeilijker, maar het is wel moeilijker om een goede tekst te schrijven. Eigenlijk is het bijna voor mijn gevoel onmogelijk, omdat je nooit weet van het begin tot het eind kun je bijna nooit doorlezen dat je echt weet wat het nou echt betekent voor iemand die Engels spreekt. Want je spreekt niet echt Engels. Je spreekt televisie-Engels. Ja. En dat is toch anders. En Nederlands heeft dat wel. Dus nou kan het tenminste zijn dat misschien vinden anderen de teksten niet leuk of zo. Maar ik in ieder geval wel. Dat weet ik. Want anders dan maak ik er uiteindelijk geen liedje van. Het is een beetje een held en al dat hij mailt, dat is al heel wat. Ja. Maar ja, daarna blijkt hij ook gewoon scheten te laten en zo. Dus dan gaat het wel de niet dat we de hele tijd zo van hoe in de studio zaten. Hij weet ook precies naar welke studio we moeten dan, wist hij toen. En dat was te gek en met welke technicus en zo. Het werkt gewoon heel fijn. We hebben het echt in 6 dagen opgenomen. En dat hele opnameproces, hoe het zou moeten, dat is ook echt een beetje zijn idee. Bij een paar belangrijke momenten was het echt wel dat ik eventjes moest slikken, zeg maar. Omdat er dan een nieuw idee in kwam van dat hij zei van die koortjes op het eind, dat moet anders. En dan gaan we nu even rond de piano. En dan dacht ik, oh, het wordt anders. En uiteindelijk zijn al die momenten zijn de mooiste momenten op de CD geworden.